Zo, goedemiddag, daar zijn we weer. We gaan weer een verzoekvideo doen. Ditmaal van Frank. Die had gevraagd of wij Congo Cash wilden gaan proberen. Dus die gaan we er bij deze bij pakken. Het is een spel van Pragmatic Play, Wild Gaming Streak. Een soort van samenwerking met twee spelontwikkelaars. Het spel, ja, een beetje een King Kong thema. Het oogt op zich wel grappig. En ja, er zijn meerdere spellen die dezelfde opzet hebben. Wat je eigenlijk bij dit spel moet hebben is een vlindertje links zoals hier en een vlindertje rechts. En dan moet je een Congo Cash op een van die drie rollen in het midden hebben. En dan weer de prijs die daarboven staat. Kijk, dit Congo Cash symbool. Als nou links en rechts een vlindertje had staan, had je die 20 euro gewonnen. Daar zitten prijsjes in. Free games zoals je ziet. Tot aan 100 free games. En je hebt de jackpots die je hier links ziet staan. Nou, zoals jullie al wel weten, ik ben niet zo'n heel fan van jackpot spellen. Maar deze is op zich wel grappig. Hij draait namelijk heel makkelijk weg. Nou, het is een spel van Pragmatic Play, dus dan weet je dat je het spaartje bel kan. Oeh, dat is het hoogste symbool. Dat is dan meteen een redelijke, denk ik. 15 euro, eentje rechts nog goed te zijn. Maar de spellen van Pragmatic Play draaien altijd heel snel weg, dus je kan lekker op je spaatse balk rammen. En je kan het ook heel snel doen zo, dat je heel snel een prijsje hebt of heel snel door je geld heen bent. Maar goed, we gaan gewoon normaal spelen. Ik zal de kop, kijk, als ik nou dat rechts dat vlindertje had gehad, dat ik 15 euro had en 3 games. Het enige lastig aan deze kast is dat hij laat daarboven nog wel eens leuke dingen zien. Dus nou 50 free games, soms hadden zelfs 100 free games. Ik heb ook wel eens gezien 4000 euro of zo. Maar die grote prijzen vallen bijna nooit. Hetzelfde met die grote jackpot prijzen. Ja, het moet gewoon geluk hebben. Dat is natuurlijk met elke gokkast, maar ja, bij deze is het nogal een beetje vertekend, omdat je die heel vaak daar bovenin ziet staan. En omdat die zo snel wegdraait, is het soms heel lastig om te zien. Dus nu, 24 games was dat geweest. Hij draait zo snel weg, dus dat eerder je oog dat vlindertje links heeft gezien, dat is nu. En dan in het midden de Congo Cash, en dan moet je rechts ook nog een vlinder. Het gaat net te snel. Hij moet eigenlijk, als hij die vlinder links laat zien, en de Congo Cash symbol op rol 2, 3 of 4, dan moet hij die laatste eigenlijk langzaam doen. Om het een beetje spannend te maken, zeg maar. Want soms gaat het zo snel dat je het bijna niet kan volgen. Qua symbolen. Ja, je ziet eigenlijk al 10 mevrouw koning aas, de standaard symbooltjes. En dan heb je die plaatjes nog, van kikker tot aap. Etcetera, waarbij de aap, in dit geval de King Kong aap, die is de hoogst, maar die tijger die is ook best leuk. Maar alles draait eigenlijk om het behalen van de prijsjes, de jackpots en de free games. En dan in combinatie dus links dat vlindertje, Congo Cash symbool, rechts een vlindertje. En als hij dat niet doet zoals je het nu ziet, want ik vond het maar 360 of zo, 365. Dan kan die aardig snel gaan. Het is een verschrikkelijk simpel, maar op een of andere manier ook super verslavend spelletje. Ik vind hem wel grappig. Ik moet wel zeggen, ik heb best wel vaak bonus gehad of zo. En ik heb ook wel af en toe wel leuke prijsjes gehad. Hey, 20 free games volgens mij. Ja, kijk. Soms gaat het zo snel dat je het niet eens ziet. Op 1 euro inzet, dat is niet verkeerd. We gaan kijken. Ik wou zeggen, hij heeft er geen zin in, maar dus ja, nu hetzelfde principe, alleen heb je nu meer kans op prijzen. Dat is een mooie, 40 euro. Kom op. Maakt het in ieder geval spannend. Ik heb nog 16 free games. Kom op, 1 jackpotje op 1 prijsje en niet 5 euro. Kom op. Ik zeg al, het gaat zo snel, je moet echt van links en rechts kijken. Die diamantjes zijn wel trouwens.
Dus, en je moet dan ook nog naar boven kijken. Dus je moet naar links kijken naar de vlinder, naar boven welke prijzen dan vallen. Hop. Oh. Kijk, hierna komen we op de derde moet hij vallen. Ah, hij valt natuurlijk op de eerste. Ik heb wel een tientje gewonnen. Ja, ik ga het zo snel aan mijn 8 spins. Wow. Eentje nog, één leuke. De miner of zo. Oh. Oef. Daar komt de miner. Hierboven heb je weer de derde moet je hebben. Nee. Was de laatste denk ik alweer of niet? Hier nog eentje. Kom op, nog één keer ontspannend maken. Oeh, wel 5 happies. Dat is een redelijke. €33, toch nog gered. €48, dat is niet slecht. Als je volle bak aapjes hebt, dan kan het echt leuk zijn. Sta ik toch een keer, ik speel tot de 150. Maar als je was, oeh, 50 free games. Hé, hey, €20. Ja, dat is het. Er is veel actie bij het spel, dat is leuk. Alleen hij gaat dus net te snel, waardoor hij het niet spannend genoeg maakt. Oeh, dat was €100. Kijk, soms gaat het te snel. En dan draai ik nog. En dit is nog niet eens turbo, hè? Dat draai ik gewoon normaal. Dus je kan ook niet turbo doen. Wat ik zelf vaak doe, is kijk ik gewoon. Hé, tientje weer. Net beter één later kunnen zijn. Je kan beter kijken, nu al kan je hierboven zien wat er hierna komt. Dus het zijn niet veel voor mij, 5 of 8 gratis games, €30 denk ik, en de mijne. Oeh, wel €30, godverdomme, ah, het is zin in. Ik had beter die major kunnen hebben, maar dat was ook maar een maaier. Dat vind ik zo vernaardig altijd, dat je major, dat klinkt alsof het gigantisch is. €100, die grand die heb ik... Eigenlijk nog nooit, ja, je ziet hem wel eens voorbij komen, maar ik wil zeggen, niet echt dat je denkt van het is spannend. Kijk, nou zie je hierboven dus al 2 blokjes met free games staan. Voor mij goede 10 en 15 of zo, of 15 en 25. En eentje van 20, dus nu moet hij eigenlijk vallen. Nee. Dus dat is een beetje mijn, ik wil niet zeggen tactiek, maar dat maak je jezelf het makkelijkst mee. Als je vooraf al kijkt van, is het interessant om als er nu een vlindertje valt, ja of nee? We spelen tot de 200. Ja, mijn of kijk, €25. Hij doet echt niet slecht. Ik hoef eigenlijk niet eens bonusjes achteraan te plakken bij deze, want we hebben eigenlijk alle features al wel gezien. Dus Frank, ik hoop dat je een beetje de potentie ervan inziet. Ik neem aan dat je mezelf ook al wel een aantal keer gespeeld hebt, dus dat je mezelf ook leuk vindt. En nou moet hij vallen. Ah. Oh. Ja, zoals je ziet, er kan dus best wel, en dat is het leuke met deze, regelmatig wat actie vallen. Er gebeurt regelmatig wat. Alleen omdat het, ik zeg al, misschien ben ik weer een zeikert, maar voor mij gaat het dan, ik hou ervan als je het af en toe spannend maakt. Want je schrikt af en toe gewoon als je iets hebt. En ik, oh, kijk, net als die 200. Als hij het iets langzamer had gedaan en de vlindertje was gevallen en dan nog langzamer. En dan denk ik, oeh, ga ik hem die 200 winnen, ga ik die 200 winnen, maar dit is voor een keer klik, 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 klik. 200 ja of nee? Soms zie je niet eens dat hij 200 hebt. Hij doet echt wel goed hoor, ik ga hem iets omhoog zetten. Maar dan valt hij natuurlijk niet meer. Zet hem op €2 en dan spelen we tot 200. Dan valt hij natuurlijk niet meer. Dat is altijd. Kom op, dan moet hij vallen. Oh. Fight free games, dat is ook leuk geweest. Kom op. Kom op.
zie je dat altijd de inzet omhoog en dan gebeurt er helemaal niks meer. Dat is altijd. Dat wordt zo moeilijk. Goh, één gelukstreffer heb ik nodig. Eén keer free games. Maak het spannend. Oh. Kijk, nou moet hij wel rechts, op de rechtse. Oh. Oh, 100 free games. Oh. Dat was een dikke geweest. Plus die 15. 115 free games. Dat was echt dik geweest. Oh. Kijk hoe snel die ze nou weer afpakt. Hè? Ongelooflijk. Laatste. Oh, nog één keer. Finito. Ja, ik zeg al, nou de inzet had ik eigenlijk niet moeten doen. Want als hij niet geeft, gaat het ook als een malle. Maar goed, Frank, bij deze de beoordeling voor jou voor Congo Cash. Echt wel een grappig spelletje. Een gevaarlijk spelletje. Ik vind het meer een tussendoor spelletje. Dus gewoon, hij is gewoon grappig tussendoor. Als je wat actie wil hebben en vermaakt wil horen, dan is het een leuke. Het is ook niet, hij komt echt niet in mijn top 10, dus het is niet zo dat ik hem wekelijks ga spelen. Maar 3 sterren verdient hij zeker. En voor een jackpot spelletje, normaal zou ik hem 3,5 geven. Weet je wat, ik geef hem 3,5. Want normaal gesproken die jackpot spelletjes, met die level jackpots, daar ben ik niet zo'n fan van. Die krijgen van mij meestal lage cijfers, maar dit is best echt wel een prima spelletje. Vermakelijk, dus Congo Cash. Van Pragmatic Play krijgt mij 3,5 ster. Yo! Hey. 35 euro. Dat is een leuke. Twee leuke prijsjes. Minor. 25 euro. Oké. Okay. Ik heb liever die 100 spins gehad, was dik geweest, hè. Hey, 12 free games. Kom op. Laag inzet, man. Kom op. Oh. Dat is jammer. Nog maar 4 spins. En dan niks gegeven. Oh. Niet eentje. Oké, 8-4 punts. Wel net inzet weer verlaagd. Rob. Miner. 15 euro, oké. Okay. Nou komt het leuk, hè? De tweede moet je hebben. De derde. Laatste. Hoi. 18 euro. We hebben nog geen geluk met deze. Oh, tot 12 euro bij.